met een Nico rush. Hier. De agressie. Ja, de agressie. Nico met een mooie headshot daar. Dat is wat gevaarlijk. Vindt Javi ook. Dat is de eerste test. Dat is alle posities. En ga je niet zo snel meer kunnen verrassen? Alhoewel dat Kaden probeert. De quickscope die zit er zeker bij. En de follow-up die is er ook meteen. Het is Manessi die voor de eerste sprong gaat, maar die niet de engel anticipeert. Tessus, prachtige read van hem op de ramp. En de moeite is er voor Nico Jabby die desondanks met de deagle het gevecht wint. De deagle dan maar. En oh, Kaden, wat? No way! Manessi die de headshot pakt, maar het kwam zo close. Hier zien we 3-3. Het is nog altijd mogelijk voor G2. Hunter vindt de kill op Tessus. Maar Heroic, ze zijn zo goed in die afterplans. Maar niet beter dan Hunter. Want die gaat er gewoon nog eentje vinden. Kaden kan hier niks doen. En je kan al zien, de crowd voor G2 is. Hij geeft volgens mij de bom. Nee, hij heeft hem zelfs niet. Nee, dat heeft hij zelfs niet. Dat maakt het nog zoveel moeilijker. Je hoort de crowd en JKS vindt de laatste kill. Dat is 16-12 G2. 20 maps na elkaar. Je ziet wel een crossfire tussen Nico en JKS. Een heel dodelijk duo. Nico vindt de eerste, draait zich om, vindt Tjush. Kan hij de derde ook vinden staan? Nee, dat is JKS. Flash zal hier kritisch zijn. Als de visie goed wordt denied, heb je de kill die je direct doorkomt. Hunter. Nico. Die gooit het terug. Het is refrag om refrag, maar Kaden. Oké, dan. Ja, hij is toch wel iemand die van die shots dan weet te halen. Evenzeer met de kwaliteiten van Manessi soms. Het probleem is dat Manessi nu nog altijd aanwezig is. Kaden probeert de shots te beter, maar achter hem komt JKS uit de apartments. En dat is totaal ongeanticipeerd. Oh. JKS, oké dan. Man, de bom is nog niet meer. 20 seconden nog op de teller. De bom wordt veilig geplant. Maar Shush. Oh, JKS. Oké dan. Vindt daar de headshot. En Kaden zit hier nu in een moeilijke 1 tegen 2. Manessi die doorkomt. Hunter heeft al 1 rugje gespot. Gaat nu kijken richting connector. Ziet er 1, ziet er 2. Dan een sterke incendiary. Kan dan mogelijk een frag uithalen. Het gaat Kaden worden die het juist afmaakt. Kaden met een sikke flik. Maar Manessi die terug wordt 1v1. De Manessi die beseft. Ik moet het pakken. De klok op het einde. Die hem het leven wat moeilijker zal maken. En in de tussentijd hebben Tessus samen met Stone. Laat die statistieken heel even inzinken. 60%. Oh. En Hunter bewijst direct waarom dat hij er zo goed in is. Hij is heel goed bezig. Oh, die speelrechter is gewoon blind. De crowd die ook wel wat enthousiast is. Collateral, maar het wordt een no-scope. Headshot leek het bijna. Het is echt dat een quickscope. En ik snap niet hoe, maar hier komt het aan. Hunter vindt de eerste en de tweede. En zo draaien ze het gewoon om. G2. Individueel zijn ze gewoon zoveel beter, moet ik elk gezicht zeggen. Ze moeten echt wel opletten. Maar Hunter dan weer op die rotation. Die zegt, peekaboo, ik ben hier ook nog. En ik zeg, hallo, surprise. Mij zag je niet aankomen. Manessi die met de frag op test kan komen. Oeh, de timing. Heroic die al op die 15-0 of 15-10 staan, dan is er 0 economy over. Shush met de MAC-10 en de Molotov. No way. Een paar goede M4 spraydowns op de Molotovs. Maar het lijkt er niet van te komen. De streak van G2. Die eerste paar rondes, maar de eerste helften, die gaan dan wat eerder de kanten van Heroic uit. Maar misschien gaat JKS het verschil maken. Een 4K in de eerste ace, jawel! Hij zit erin! Wie ze vinden? Wie weet, Nico hier krijgt een spray. Fuxie ook. En dat is Shush helemaal alleen. Wordt ook gekild door Nico. Echter zou je nu ondertussen wel moeten beginnen denken van nou, dat is raar, Nico. Er komt niemand. Waarom jumpt Nico zo? Waarom maakt hij zoveel lawaai? Dat randverhaal als op dit moment Nico heel dicht bij de rand komt en wat schaduw ziet. Een pre-fire kan geen kwaad, maar ja, de timing die zit er helemaal langs. Wat kan hij hier doen? Hunter vindt er 1, vindt er 2, Nico vindt er 2.
Kadyn die pusht echter door. Deze agressiviteit is ongehoord. En daar maakt hij direct gebruik van. 15 seconden resteren nog. JKS zal deze 5 misschien wel winnen, maar Kadyn ontkent het. Kom dan, zeggen ze. Want het moment dat Kadyn zijn positie weggeeft, het moment dat hij hier uitkomt gewandeld, het moment dat hij het geskeept, is het gedaan. Manessi met de laatste kill. En daar heb je het. Het is G2. Wie anders om de prijs te winnen? De Grand Final is de winnaar van IEM Katowice 2023.